Leuk dat je kijkt naar de tuigpaardenvlogs. Ik ben onderweg naar het Nationaal Scholenconcours. Begin van de middag heb ik daar zelf een clinic gegeven met een instructeur, met het vierspan. En hebben we wat laten zien over het mennen en het vierspan rijden. En vanmiddag wordt er een tuigpaardenclinic gegeven door Henk Hammes. En georganiseerd door het Jong KWPN. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan laten zien. En ik zal jullie meenemen daar naartoe. Het scholenconcours wordt elk jaar georganiseerd in Ermenau. En daarin kunnen alle hippische opleidingen in Nederland eigenlijk tegen elkaar strijden in verschillende onderdelen. En voorbrengen en exterieur beoordelen was ook altijd een onderdeel. En sinds dit jaar is dat samengegaan met de standbekeuring van Jong KWPN. En vandaag is er ook één tuigpaard, dus dat is ook hartstikke leuk. Degene die het scholenconcours wint, die moet het jaar erop het concours organiseren. En dit jaar is het mijn school die het organiseert. De Eres Hogeschool in Wageningen heeft vorig jaar gewonnen. En zij hebben ook clinics georganiseerd. En ik vind het hartstikke leuk dat ze ook een men en een tuigpaardenclinic hebben. Want meestal is het vooral onder het zadel. En ik vind het hartstikke leuk dat nu ook naar deze onderdelen, die toch wat minder bekend zijn, dat daar ook aandacht aan wordt besteed. En dat is denk ik hartstikke goed. Ik ben benieuwd wat Henk allemaal gaat vertellen en wat Jong KWPN gaat laten zien. En ik zou zeggen, tot zo! We hebben hier in de ring twee jonge tuigpaarden en twee Jong KWPN-leden. En dan gaan we een klein stukje training laten zien. Wat wij trainen met tuigpaarden, hoe wij ze trainen, hoe wij zo ver kunnen komen om een tuigpaard optimaal te laten lopen op het concours. De eerste die binnenkwam net, de bruine merrie, is Gianta, een jonge atleet, 7 jaar oud, met Mieke te schuren. De andere merrie, de Vos, is Ivirona, een jonge Ewert, is 5 jaar oud, met Marit Stellaert. Wat gaan wij het eerste doen als we tuigpaarden trainen? Dat is een klein stukje controle. Wat is controle? Wij willen twee teugels. Paarden op twee teugels na laten geven. We willen naar voren. We willen iets rem op hebben. We willen ze los hebben. Linksom, rechtsom. Zo, nou rechtsom, Marit. Rechtsom, rechtsom, rechtsom. Zo ja, hier om die hindernis heen en blijf een beetje aan deze kant. Zo, langzaam draven. En dan gaan we proberen dat we ze op twee teugels krijgen, dat ze een klein beetje voorwaarts, neerwaarts willen draven. Zo, Mieke even hier één keer door, dat je niet zo kort achter elkaar zit. Want het paardenlichaam moet gegymnastiseerd worden. Dat houdt in dat alle spieren tussen de oren en de staart, die moeten we kunnen trainen. Die trainen we in eerste instantie door voorwaarts, neerwaarts te trainen, dat alles van het bovenlichaam dat het langer wil worden. En alles wat langer wordt, kunnen we ook vanzelf weer korter maken. Dus we willen ze een klein beetje over de rug laten lopen en dat ze de nekspieren gaan gebruiken. Dat ze rond worden aan de bovenkant. Dat de beweging wat rustiger wordt. En dat ze van daaruit wat losser worden. En aan het eind van het liedje proberen we ze weer bovenop te rijden. Dat is dan niet zo moeilijk, want een paard moet eerst los worden. Dus eerst is het belangrijk dressuurmatig te trainen om het lichaam te gymnastiseren. Zo ja, maar probeer zo ja, iets draven en probeer ook je binnenteugel iets aan te nemen, na laten geven en weer ietsje loslaten. Je binnenteugel ietsje aannemen, na laten geven, ietsje loslaten. Continu daar een klein beetje mee bezig zijn. Je moet ze een opdracht geven onderweg dat ze de hele tijd dat je ermee bezig bent. Dat je controle krijgt. Goed zo, Mieke. Dat is goed. Dat is goed. Zo ja. Mieke, iets langzamer proberen. Probeer dat hij nog wat meer van jezelf wordt. Oh, kom maar, Marit. Kom maar. Elke keer je rechterteugel, je binnenhand, ietsje aannemen, ietsje nalaten geven en erin laten zakken. Paarden hebben altijd de makkelijke kant en de moeilijke kant. Dus dat is altijd het werk thuis van we moeten zorgen dat die moeilijke kant wat makkelijker wordt. Zodat ook in de drukte moeten ze toch wel ontspannen kunnen worden. Je moet ze wel ontspannen kunnen rijden. Zo, Mieke, probeer hem langer te maken. Probeer hem eens dat hij nog meer met zijn neus naar zijn knieën loopt.
Dus je teugel meegeven en wel iets blijven werken. Niet helemaal losgooien, maar wel aanleuning houden. Maar je teugel wat meegeven. Die laag wordt, dat die bovenkant van de oren tot staat, dat moet allemaal veel langer worden. Dat moet oprekken. En van daaruit krijg je lossigheid. En als we lossigheid hebben, als we er straks een beetje druk erop gaan zetten, dan krijg je ook meer beweging. Jutta de Vos vindt het heel mooi, die kijkt er heel mooi overheen. Dat willen we graag zien bij een tuigpaard. Maar in het werk moet hij wel een keer zijn hals laten zakken. Ja, dat is mooi, super. Zie je, dan wordt hij wat opener in die aanleuning. Wordt die hele bovenkant wat ronder. Zo ja. En wordt de beweging wat rustiger. Wat we in het begin zeiden, gaan we nu zien. Zo ja. Niet weggeven, niet weggeven, niet langer laten worden. Bijhouden, bijhouden. Zo ja. Nou even rustig. Zo ja. We willen natuurlijk heel graag rust hebben, dat ze over de rug, door de nek heen, dat ze heel rustig gaan draven. En dan zijn ze daar. En dan moeten ze weer daarin. Dat stuk van onder naar boven is best moeilijk om dat weer aan te vragen. Maar dat is een kwestie van trainen. Dat kunnen ze allemaal leren. Zo ja. Als dit bevestigd is, dan kunnen we ook achtjes gaan rijden. Dan kunnen we het afwisselen. Dat die rug zeg maar leert om mee te draaien. Dat is heel belangrijk, want nu loopt hij elke keer zo. En straks hebben we die kant gehad. Dus als het nou makkelijker wordt aan beide kanten, dan gaan we achtjes draaien. Dat die rug van links naar rechts. Van links naar rechts. Moet je zelf eens doen. Dan denk je dat ik moet naar de fysiotherapeut, maar dat voel je. Dat voel je. Je moet jezelf ook eens verplaatsen in een paardenlichaam. Dan moet je zo denken en als ik mijn hoofd dan verder naar beneden doe, moet je voelen hoezeer dat doet in je rug. En dan moet je, als je zo staat, dan moet je eens opzij gaan kijken. Welke spieren je dan voelt die je anders nooit voelt. Dus je kunt jezelf gaan verplaatsen in een paardenlichaam. En dan weet je een klein beetje hoe het moet, hoe het eruit moet komen te zien. Druk houden bij de teugels. Zo ja. Zie je, als we met jonge tuigpaarden beginnen, zijn ze meestal 3 jaar of 4 jaar. Zie je, en één paard is sowieso al sterker dan jijzelf. En als je er ook nog 3 of 4 voor hebt, als je het op het lopen zet, dan ben je nergens. Dus africhting, controle en gehoorzaamheid, dit is dusdanig belangrijk in je training om dat allemaal mee te nemen. Anders kom je op concours niet uit de verf. Ja, dus rijden we van rechtsom rijden, Marit. En probeer, zoals je op concours rijdt, probeer een hiel te rijden. Een keer rechts en een keer links. En maak er een show van. Ik denk dat het door de mensen gewaardeerd wordt. Zo ja, hier kom. Oh ja, kom maar voor je uitrijden. Kom maar. Goed, Mieke. Blijf rijden. Aan de gang houden, Mieke. Zo ja. Langs de kant houden, Marit. Zo ja, zorg dat je het front een klein beetje oprijdt. Kom maar doorrijden. Oh, braaf. Hé, hey, draven. Zo ja. Nou, we hebben net de clinic gezien van Henk Hammes en Mieke reed ook mee. Ja, dat klopt. Mieke, wat vond je van de clinic? Ik vond het heel erg leuk, want op deze manier krijg je toch een keer een soort van les. En normaal als je op concours bent en in de baan rijdt, dan rij je wel en je krijgt tussendoor wel korte tips en advies, maar het is toch anders dan nu. Oké. Dus je kon het eigenlijk, wat je op concours doet, die mooie oefenen met het publiek ook erbij. Ja, ja en ik denk dat het ook een goede promotie was voor onze sport. Mm-hmm. Er waren natuurlijk veel mensen die normaal niet zoveel met tuigwaarden te maken hebben. En die toch konden zien hoe het is om met een tuigpaard te trainen en te rijden. Ja, precies. Nou, ik hoop dat jullie enthousiast zijn geworden van de clinic. En dat jullie hebben kunnen zien hoe je eigenlijk, een tuigpaard kan trainen. Ik zit nu bij Marit op de wagen. En Marit heeft net meegereden in de clinic van Henk Hammes. Wat vond je van de clinic, Marit? Ik vond het echt superleuk. Ik heb er echt super veel van geleerd. Dat is voor mij, ik rijd het paard voornamelijk op concours. En ik kan er niet heel veel mee trainen, omdat Anton er zelf natuurlijk ook mee rijdt. Ja. Maar Henk had weer zoveel nieuwe andere tips.
tips en zo. En daar kan ik echt heel veel mee. Okay. En hij knapte er echt heel erg van op. Dus. Nou, hartstikke goed. Dus je hebt genoeg huiswerk om weer aan de top te gaan? Ja, absoluut. Meer dan genoeg. Nou, we gaan zien wat het gaat opleveren. Ja, absoluut. Oh, ja, dan wil ik nog even op de vlog.